Ah, hier heb ik je. Zo, heb ik je lekker je nek omgedraaid. Hé, lawaai schoppert. Jezelf verbergen in het hooi, hè, dat je niet vinden kan. En maar door, lellen en bellen. Nog één keer en dan trek je de oorbellen van het lijf. Nou, dan zijn de buren ook gelijk gewekt. Die zijn ook meteen wakker. Jongens, jongen. De hele buurt staat meteen op zijn kop. Nou, als ik zo eens naar buiten kijk, wat een vreselijk weer. Het kletst regen. Wat een doffe ellende. Daar ga ik niet mee naar buiten, hoor. Ik zal je wat vertellen. Slapen en vergeten. Doem. Zijt ge dan niet er al verschaffen? Zijt ge niet? Oh! Jo, wat een weer. Nou, dat kan ik ook wel vergeten. Die matjes kan ik ook wel weer terug boven brengen. Oh, belletjes regen. Ik zou er vast nog wel buiten hangen. Ach, dan moet ik dan maar op zolder hangen. Oh, oh, oh. Gewoon. Staan, ja, waarom zou ik dan zo voor het raam staan staren, hè? Ja, dat vraag ik je dan net. Nou, dan moet je die bosregen zien. Dat slaat ook op mijn bakken naar beneden. Ja, wat gek, hè? De weersverwachting van gisteren was helemaal niet zo slecht in de krant. Ja, je kan toch tegenwoordig niemand meer vertrouwen, ook de krant niet. Die kevels die schrijven me wat. Het is dat ik een krant nodig heb als gezagsdrager, maar anders helemaal niet. Oh, weet je niet zo op, Bram. Na regen komt altijd weer zonneschijn. Is dat nou weer een onbenullige opmerking? Ja, mijn denkt niemand, hè? Aan jou denken? Waarom moet ik aan jou denken? Wat is daar voor bijzonders aan? Oh, helemaal niks bijzonders, ook Cornelia. Helemaal niet. Maar ik kan me ronde gaan doen. Ik kan mijn drijf op laten regenen. Ja, natuurlijk. Ik kan me een ziekte op mijn hals halen. Maar dat noemt mijn Cornelia allemaal niks bijzonders, hè? Lieve, daar heb ik toch helemaal niet aan gedacht. Zo bedoelde ik het toch helemaal niet. Niemand denkt ooit aan mij. Ja, nou. Als jij nou eens... een paraplu meenam. Een paraplu is gezagdrager zeker, maar eigenlijk belachelijk laten maken. Dat is niet alleen tegen de voorschriften, maar dat zou ook het gezag de grond in boren zijn, Cornelia. Nee, dat kan nou helemaal niet. En trouwens, als man moet je in het barre leven gewoon maar ingaan, hè. Zo is dat. Ja. Weet je wat? Ik ga maar. Maar ik meen het echt, Bron, als je nou in plaats van je sabel die pluur meenam... Oh, je mag wel even je kleken, denk ik. Jij bent ook onverbeterlijk, hè, Cornelia. Nou, ik ga maar, meid. Daar. Dag, lieve. Zo. Nou, ik ga me goed dicht houden. Zo. Oh. Kijk eens eventjes. Nou, Cornelia. Ja, totdat ik weer... Dank je wel. Totdat ik weer boven water kom. Hè? Mm. Nou, dan gaat het. Het is ook geen weer om urenlang buiten te lopen, die arme Bron. De zwiep die zou nog wel komen om me te helpen mij het winkeltje op te rommelen. Hadden we de boel buiten moeten zitten. Nou, dat kan ik wel vergeten. Maar nog de vraag of die wel opkomt dagen. Misschien is die wel met zijn hele hooie berg weggespoeld. He? Ja. Dobbert die rond. Op de polder of weet ik veel waar. Of misschien komt hij met de hele hooie berg zo ineens het dorp binnendrijven. Wie zal het zeggen? Ja. Nog eens kijken.
Nee hoor. Geen lichtplekje aan de locht te zien. Het blijft maar donker. Ja. Misschien loopt mijn winkeltje ook wel onder als het zo doorgaat. Tja, dan had ik toch beter een woonschip kunnen kopen. Weet je wat de baas gaat doen? Die gaat een lekker sigaartje opsteken. En die gaat de krant lezen. Ga je mee? Hou. Ja. Bah. Ho. Hé, dan bedenk ik me opeens iets. Wat is het vandaag? Nou, ja, tuurlijk, woensdag. Het is vandaag woensdag. Wat was het ook weer woensdag? Wat moest ik ook weer? Ik moest iets op woensdag. Natuurlijk, ik heb afgesproken met Malle Pietje. Ja, ik zou hem helpen. Rommeltjes zangen, vloertjes vegen. Ja, maar met dit weer. Nou, stuur je toch geen hond op straat? Is dat nou? Daar kan je toch niet doorheen? Dan wordt mijn drijfjongs nat. Weet je wat, ik zeg gewoon tegen Pieter dat het geen idee was om er doorheen te gaan. En dat ik rustig in mijn hooibergje ben gebleven. Ja, dat doe ik. Ja, maar kijk weer. Veel moeilijkheden met Piet, die zegt dan. Ja, ha, ha. Weet je wat jij bent? Jij bent een kak in het broekje. Jij bent een zeebel. Jij durft niet, jij bent bang dat je nat wordt. Ja. Nou ja, maar ik heb het hem wel beloofd. Nou, en met mijn plu? Ja, kan ik ook tegen Piet zeggen natuurlijk. Kijk eens Piet, ik kon er niet doorheen, want mijn plutje is aan alle kanten gescheurd. Hier, zit geen heel meer aan. Dan word ik nog drijfnat. Ja, natuurlijk. Ik zeg gewoon, weet je wat? Ik kon er niet doorheen. Mijn pluutje zit vol met gaten. En dan word ik nog nat. En dan kan ik zo'n ding kan ik niet gebruiken. En dan kan ik net zo goed zonder pluutje lopen. Maar, ja. Ik heb het natuurlijk wel beloofd. En beloofd is beloofd. Nou, wat doen we dan? Dan gaan we er toch maar uit. Als de beste pluut. Die ooit het gaat in. Brrrr. Wat verschrikkelijk, alles loopt mee in de nek. Nee, zeg, sweet. Ben je nou toch met dat noodweer nog gekomen? Wat is dat nou, zeg? Hint, jongen, wat zie je eruit? Jij, kijk nou toch eens eventjes. Nee, dat kan je toch niet maken, hè? Om je zo in een afdruipbakje te zetten. En wat heb je daar boven je hoofd? Noem je dat een paraplu? Dat is meer een geraamte. Nou, zeg. Nou, en waarom zeg je nou niks? Hé, waarom zeg je niks? Waarom kijk je zo beteuterd? Ach man, had toch lekker in je hooibergje gebleven, hè? Ik had vandaag je hulp toch niet nodig. Nou, en dat zegt hij, was maar rustig in je hooibergje gebleven. Mm. Met dit weer heb ik je hulp toch niet nodig. Ja. Leuk hoor, leuk gezicht. Nou, ga zitten. Oh, kijk nou eens. Kijk nou, je knoop. Ja! Ik heb je knoop. Ja! Nou, dat is helemaal toch een even mijn laat. Knopens van mijn jas getrokken. De laatste knoop? Dat zegt hij ook nog. Ah, wat is dat nou voor aanstelderij? Huh? Nou, hou nou maar eens op met je aanstelderij, hè. Wat is dat nou, je jaagt een fatsoenlijk burger de stuipen op het lijf? Ga zitten. Wat is er nou weer? Ga zitten. Nee, ik wil niet zitten. Jij hebt niks te willen, jij gaat zitten. Ja, maar ik wist, wat heb je er opeens? Ja, ik heb het en jij hebt het ook. Wat heb ik dan? Ga zo opstaan, vlug opstaan. Ja, leg je hand nou eens op je zitvlakje. Wat voel je dan? Wat heb je dan? Oh, no. Ik ben helemaal nat. Ja. Ja. Ja, je hebt raak genomen, hè? Jij zit helemaal van boven tot onder nat, hè? Ja. En nou heb ik het ook, ja. Nou, ik zal even anders vertellen. Ik trotseer dit noodweer. Ik maak mijn leven om hier naartoe te komen. En omdat ik het beloofd had om je te zullen helpen. Wat zegt meneer dan? Was me in je hooibergje gebleven? Ja. Want met dit weer heb ik jouw hulp niet nodig. Nee. Nou. Dat is een hartelijke ontvangst, hoor. Bijzonder schattig ben jij. Hartelijke ontvangst. Ja. En voor zo'n vriend, loop ik maar uit. Ja, maar zo bedoelde ik het niet. Nee, dat begrijp ik, maar je zegt het wel zo. Ja. Een kort brood. Wat?
Ik heb vast nog niks kunnen eten. Nee? Ik rammel helemaal. Een kort brood? Kort brood. Maar nee. Nee? Weet je heb je geen kort brood? Nee, weet je wat ik ga doen? Weet ik veel. Nee, ik ga een paar spiegel uit. Spiegel bakken. Ja, zeker. En een kopje heet je thee zetten. Dat zou je even opknappen. Dat is andere taal. Nou ken ik je weer. Daar heb ik best trek in. En dan zet ik de pieteroliekachel hier neer. En een beetje hoog, hè. Dan kan je een beetje leggen te verdrogen. Ik een beetje lekker te verdrogen. Dat is helemaal een stop in. Nou ja, Jaco. Je baas heeft wel een natte broek, maar het is een beste kerel. Dat ik grote was, groot zijn dat wens ik zozeer. Moeder lief was ik maar groot genoeg, liep in de regen nooit meer. Zo is dat. Hé! Hey. Veldwachter, jij rook zeker dat ik met de koffie bezig was, hè? Oh, graag, juffrouw Saartje. Wat een weer. Verschrikkelijk. Je hebt je helemaal nat laten regenen. Ja, je kan je toch moeilijk droog laten regenen, juffrouw Saartje? Nee, als het zulk weer is, hè, dan zouden we best een kantoorbaantje willen hebben. U weet wel van zo'n gewone klerk. Lekker ja, kantoor. Ja. Het is ook geen weer om naar buiten te gaan. Nee, dat zei Cornelia ook al. Maar ja, jullie vrouwen hebben makkelijk praten. Maar ik als veldwachter, ja, ik moet wel... Veldwachter. Oh, meneer. Dat ligt er niet om, hè. Nee, ik hoef je niet te vragen of het regent. Wat een hondenbanen, meneer. Ja, het ziet er ook niet uit dat het gewoon beter wordt, Saartje. Nee, en dan moet hij zijn ronde ook nog lopen. Ja, daar ben ik veldwachter voor. Dat is mijn plichtje, van Saartje. Dat is mannentaal, veldwachter. Maar met dit noodweer blijf jij voorlopig maar in de keuken, hè. Ik zal je wat schrijfwerk geven. Ja, tenminste, als Saartje daar geen bezwaar tegen maakt. Ik, meneer, natuurlijk niet. Veldwachter, hang je jas bij de kachel, dan kan ze lekker drogen. Ja, dat wil zeggen, als ik de edel achtbaren niet vergaloppeer... Vergaloppeer? Ja, meneer. Oh, juist. Ja, vergaloppeer. Nee, je vergaloppeert me niet, hoor, veldwachter. Zeg, loop even met hem mee naar de zitkamer. Ja, dan zal ik je huiswerk geven. En straatje tracht dit ons dadelijk op een heerlijk kopje koffie. Oh, meneer, een ogenblikje geduld. Zo, kijk eens. Dan kan die lekker drogen. Oh, zo, hè? Ja. Zo. Nou, zeg. Heerlijk. Nee, lui, anders eerst mee om je werk te halen. Oh, ja, natuurlijk, meneer. Natuurlijk. Nou, je boft, hè, dat er meneer thuis is. Kan je lekker binnen blijven. Nou, eerlijk gezegd kan het mij niet zoveel schelen dat het zo hard regent. Je verzaait, je kan er wel tegen. Maar kijk, voor mijn uniformen, voor mijn kepen. Daar maak ik me nou echt zorgen over. Ikzelf. Ja. Je verzaait, je kan wel tegen een druppeltje, hoor. En dan, als veldwachter, dan ben je... Dan valt mijn aanbod van daarnet nou letterlijk in het water. Wat? Hoe bedoel je dat, meneer? Moet je het rust aan de veldwachter. Je zult erop uit moeten trekken en niet zo'n klein eindje ook. Is er wat gebeurd, meneer? Ja, ik kreeg bericht dat er in de bocht van de molendijk een automobiel tegen de pui van haar huis is aangereden. Die heeft daar blijkbaar nogal wat schade aangericht. Zeker te hard gereden. Ja, en dan op zo'n modderige weg. Je zult er rapport van moeten opmaken, veldwachter. Ja, het spijt me voor je. Ik had je zo dol graag een heerlijke warme keuken en een heerlijk kopje koffie gewild. Maar ja, starten. Hè? Dank u wel, meneer. Wat vervelend nou weer, veldwachter. Ja. De ongelegen manieren gaan de auto tegen niks de wand. Niks aan te doen, je verzaakt. Zal ik je even helpen? Nou, laat moeten het nou niet te krijgen natte handjes. Nee, laat ik het zelf maar doen. Dat ding dat drijft, juffrouw Saartje. Ja, eerlijk gezegd. Zoiets kan alleen mij maar overkomen, hè? Veldwachter. Ja, juffrouw Saartje. Als ik, als ik je nou zo'n plu leende. Een paraplu? Ja. Een paraplu? En me dan zeker belachelijk maken? Nee, juffrouw Saartje. Dat is nou net een vlag op een modderschuit. Oh, je wil jezelf toch niet vergelijken met een modderschuit? Wat zegt u daar? Maakt u mij uit voor een modderschuit, juffrouw Saartje? Oh nee, het zijn je eigen woorden. Als de paraplu een vlag is, dan ben jij de modderschuit. Zo. Niemand begrijpt me hier, hè? Nooit. Niemand. Niemand. Nou. Moppert hier nou. Dat is toch maar een grapje. Nou ja, het valt ook niet mee met het hondenweer. Arme Brompot. Zo, dat zit erin. Het was lekker, hè, Piet. Ja? Maar ik kijk voor me haar, hoor. Ik heb het buikje vol. Ja, nou kan je er weer tegen. Ja, fijn. Nou ja, het honger als een paard, zeg. Ja, twee paarden. Ja, dat leek wel zo. Want weet je wat je allemaal opgegeten hebt? Geen idee. Nou, 5 spiegeleieren met brood. En toen nog weer 3 koppen hete thee. Het regent buiten ook al zo. En dan nog een glas hete melk. Ook nog een glas hete melk? Ja. Jongen. Dat is heel wat, hè? Dus ik heb heel wat naar binnen zitten smikkelen. Ja. Nou, goed. Het was lekker. In ieder geval, nou dan gaan we weer. Als je toch niets meer moet doen. Maar dat blijft nog even zitten, zeg. Toch lekker gezellig. Wat is dat nou, hè?
ging net zo lekker. Nee, ik kan niet. Ik kruip er mijn hooiberg niet meer in. Ik ga naar huis. Ik loop gelijk even langs. De Bakkert. De Bakkert? De Bakkert. Wat moet je daar? Voor een half breuntje. Oh, nou, wacht eens even. Het regenbaar. Heb jij voor mij een tasje te leen? Een tasje? Een tasje. Moet je nou een... Ik vraag geen kastje, een tasje te leen. Ja, ik versta je wel, ja. Oh. Nou, ik zal eens even kijken. Ja, kijk jij eens even. Een tasje, dat moet ik wel hebben. Dat moet hij hebben. Hij moet een tasje hebben. Een makkelijk tasje. Ja, een beetje makkelijk tasje graag. Ja. Nee, dat is een groot liters tasje. Dat gaat niet, hè. Oh, wacht, hier. Ah. Ja. Hé, hey, wat? Ja. Zou het hierin komen? Ah, man, prachtig hoor. Dat is voor elkaar. Ja. Nou, bedankt, Regus. En jij ook bedankt. Waarvoor? Voor de natte broek. Smeer een pijp. Nou goed, als het beer een beetje betert, hè, dan, de kom beer? Dan kom je wel weer terug, hè? Ja, dan kom ik je nog eens een keer helpen. Hè? Dat wil zeggen, ja, voor je spiegelaartjes afhelpen. Ja. En de groet aan die beer. Bedankt, beer. Precies. Ja, je bent welkom, hoor. Hé, hey, je schiet! Je vlu! Hé, hey, laat maar! Dat is een cadeautje! Oh. Het is een waardevol stuk antiek! Ja, voor me klaar. Jongen, waardevol. Stuk antiek, moet je kijken, Jaco. De flu van Sweep. Jongen. Nou, die zullen we maar voor zorgvuldig in de brandkast zetten. Hij mocht dus gestolen worden, hè? Ga toch even bij de kachel zitten, dan kan je jasje wat drogen. Wel, nee, dat is helemaal niet nodig. Als ik naar buiten kom, is mijn jasje toch weer zo nat. Ik kan alleen maar even goeiedag zeggen. En dan moet ik eventjes naar de bakker alle broodje halen. Nou, het zal toch wel eens ophouden met regenen. Ja, over 4 maanden misschien. Nou, ga ik heus, hoor. Als ik je nou eens een paraplu leen. En jij zelf dan? Geen sprake van. Ik heb nog wel een andere. Hoezo? Ik heb er een cadeau gekregen van de barones. Een plu van de barones? Ja. Zit alleen maar een klein scheurtje in. Nou, graag dan. Alleen, Wat? Het is een damesparaplu. Nou, dat zou mijn zorg wezen. Ja, maar hij is erg opzichtig, hoor. Hij is rood. Ha, dat is opwindend. Een rode plu. Nou, laat het maar gauw zien. Oh, wat fijn, hè? Je bent aan het schillen. Hier is hij. Wat een enige plu. Ja, niet gek. Wat een lekker kleurtje. Oh, Sarah, een zalige kleur. Ja, dat kan echt niet. Durf je dat nou heus? Nou, er is ook niks aan te durven zetten, natuurlijk. Toch een heerlijke plu. Ja, maar het staat echt gek, hoor. Nou, dat past juist bij me. Nee hoor, ik hou me niet meer mee. Ik zal wel zorgen dat je hem weer heel hard terugkrijgt. Maar nu ga ik er echt vandoor, mijn tasje verpakken en boodschapje doen. Maar het was echt als een grapje bedoeld. Nou, ik vind het een enig grapje. Dolletje zo heet. Ik ga er gewoon vandoor. En bedankt voor de plu, hè. Ja. Dag hoor, hè. Nee, maar kijk nu toch eens even. Wie hebben we daar? Als dat Brom niet is, heet ik geen Zwiepje. Haha, nou zou je het hebben. Krijgen we nou? Nee, maar. Van boven vrouw en van onder een man. Hé, hey, wacht eens even. Dat is geen zuivere koffie. Daar gaan we eens even op af. Nee, maar kijk nu toch eens even onze Bromsner. Hoe maak je het, beste man? Wat een allerbelabberd weer is het op het ogenblik, hè? Nou, wat heb jij daar in je hand? Oh, wat voor in mijn hand? Nu, maar waarom zeg je dat nog eens een tasje? Ik heb een tasje. Ik moet even boodschappen doen. Ik moet even naar de bakker halen, bruintje halen en 2 riepen chocola. Kijk nu niet meteen weer zo hebberig. Ik bedoel die andere hand. Hè? Ja. Mijn andere hand. Nou ja, dat is ook een vraag, zeg. En een heerlijk parapluutje. Je hebt al eens een parapluutje gezien, hè? Ja, maar hoe kom jij aan die paraplu, hè? Wat ben je weer nieuwsgierig? Rakkertje. Nou, krijg je nou antwoord, ja of nee? Krijg jij antwoord? Nee. Van wie krijg jij antwoord? Van jou en van iemand anders. Ja, nou, de groeten, ik ga er maar even door. Nou, voor de laatste maal. Nou, kom je aan die paraplu? Oh, jij wil het adres weten, hè? Nou, jij wil ook zo'n parapluutje hebben. Nou, maar het adres verklappen we niet, hoor. Oh, dus geen antwoord, hè? Nee. Ja, maar eens eerlijk op, mannetje. Jij hebt die paraplu natuurlijk gestolen, hè? Hoe kom je daar nog bij? Een dame steelt niet. Oh, nee? Nee. Nou, dan neem ik die paraplu in beslag. Jij neemt niks in beslag. Je neemt wel in beslag. Niks in beslag. Je gaat wel in beslag, begrijp je? Nee, kom hier, mijn paraplu. Toch zo. Oh, zo. Heb je nou je zin? Hè? Oh! Oh! Weet je
jij wat je daar gedaan hebt? Dat interesseert me niks, man. Oh, nee? Nee. Dat is de plu van de barones. Ja. Ja. Van de... Dat is de plu van de barones. Oh. Begrijp je dat? Maar dat is verschrikkelijk. Zo. En die neem ik mee. Begrijp je wel? Die gooi ik gewoon in het kanaal. Die krijg je ook niet meer terug. Begrijp je dat? En daar een beetje mijn plu en mijn boodschap en mijn brood in het water. En die zabel die steek ik diep in het hooi. En die... Nou, kom, wat even, kom. Jij ook altijd met je gezeur. Paraplu van de barones en die sabel. Nee, kom hier met die sabel, zeg ik je. Ogenblikkelijk in Anderwet. Dat al een duvel, kijk nu toch eens even. Drijf met het sop van het water. Nou, dat heb ik ook in die mooie koddebeier te danken. Hier, kijk eens even. Drijf met. Lijkt wel vies voeren. Nou, meneer Bronsnor. Ja, u wordt weer bedankt. Boe. Boe. Mijn mesje is zelfs helemaal vies. Ja. Boah. Ja. Ja. Er is niks te eten ook. Altijd wat bijzonders met die man. Koddebeier. Nee. Dus even wat anders vertellen. Meneer Bronsnor, zo makkelijk kom jij niet van me af. En die sabel, dat kun je verloppen naar fluiten. Die blijft hier. Ja. Mijn bloedje kapot. Mijn bloedje, niet mijn bloedje. Het bloedje van Saar. Het bloedje van de barones. Nou, daar ga je weer wat van beleven. Trammeland met Saar. Trammeland met de adel. Maar ik krijg het nog wel. Wacht maar. Meneer Bronsnor, ik zal je aan je eigen sabel vastleggen. Nou is het genoeg. Krijg een doeltje. Hey, kijk daar eens. Daar hebben we de veldwachter. Jonge veldwachter. Jongen, wat een eer zeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeg dat wel. Goedemorgen. Ja. Nou, dat klinkt een beetje zuinig, veldwachter. Heb je ruzie met je van Cornelia gehad? Of heeft ze misschien de deur uitgezet? Jongen, en dan met dit weer. Helemaal geen ruzie met Cornelia. En hou nou alsjeblieft je praatjes voor je. Ach, ja, maak je niks te doen, want het is maar een grappetje. Grapje? Ja. Hou niet van die grapjes. Ja. Van Dijk? Hey. Ja, wat is er? Ik moet een paraplu hebben. Een paraplu? Ja, weet jij nou niet wat een paraplu is? Ja, ik weet maar wat een paraplu is. Wat is dat nou? Ja, nou, een paraplu. Ik heb al enkel mijn damesplu, maar ik heb geen enkele herenplu. Hey, dat is juist goed, ik moet een damesparaplu hebben. Oh, ja. Ik moet een rode paraplu. Hey, hey. Kijk toch uit, man. Het is hier donker. Kijk uit. Donker? Het is hier een rotzooi. Ja, nou, rustig. Kijk, hier allemaal stof. Ja. Allemaal stof. Ja. En dan blijft allemaal kleven aan mijn natte cape. En hier aan mijn uniform. Ja, wacht even. Doe je cape even uit. Zet ik hem eventjes bij de kachel. Helemaal geen cape uit. Geef jij me nou een rode paraplu. Oh, een rode paraplu. Ja. Dat weet ik wel. Nou, dat je een rode paraplu moet hebben. Ja. Voor je, zou je vanop knappen. Nou, maar die man van u, die zal er van lusten. Oh, ik zal... Stil dan eens eventjes, ja. Hè. Nou, geef er bij de verhaal meer. Ik doe de vragen en jij geeft de antwoord. Afgesproken. Jawel, juf Cornelia. Nou, neem dan mee, eens een slok koffie. Zo warm is hij niet meer. Kom hier als een wilde man binnenstuiven. Ja, dat kan ook niks doen. De voordeur stond open. Nou, ik wou een paar matjes kloppen. Nou, maar die maar dat man... zijn toch geen manieren van jou... Die man van u, die... Oh, stil jij, hè. Ik zou vragen en jij geeft aan. Ja, nou. Goed. Koffie lekker? Ja, heerlijk. Nou, goed. Jij had dus een paraplu te leen gekregen van je verzaartje en daarmee was jij op weg naar huis. Nee, op weg naar mijn hooiberg. Op weg naar je hooiberg. En niet alleen met de paraplu van Saar, ik had ook nog een tas met een half broodje. Ook nog een tas met een half broodje erin. Nou, goed. Toen kwam je mijn man op de landweg tegen en die vroeg jou wat jou in je hand had. Ja, hij vroeg het wel, maar hoe vroeg het je van Cornelia? Hoe?
Doe nou, daar ga je toch geen ruzie over maken. Nee, ik niet, nee, ik niet, nee. Maar de hoeder het helemaal niet te vragen, hij kon het toch zien? Nou, daar bedoelt hij toch niks kwaads mee. Haha, dat dacht u, dat dacht u, dat dacht u, dat dacht u. Haha, die man is niet alleen stinkend jaloers, hij is ook nog kwaaddenkerig. Oh. Hij is kwaaddenkerig, ik ben goeddenkerig. Ja, nou, jij bent ook niet zo liefetje, hoor. Ik niet lief? Nou ja, in de meeste gevallen wel, tenminste. Ja, precies. Wat heeft mijn man jou nou voor kwaads gedaan? Ja. Eerst iets kwaads gezegd en toen iets kwaads gedaan. Maar wat deed hij dan? Hij keek me eerst wantrouwig aan en toen zei hij... Hoe kom jij aan die plu? Hoe kom jij aan die... Daar heeft hij niks mee te maken. Daar gaat hem helemaal niks aan. En toen deed hij het. Wat deed hij nou? Hij stond voor me en toen greep hij waar je greep hij zo de paraplu. Ja. En dan stond hij te sjorren. Maar ik hield het ding natuurlijk stijf op vijf en ik denk, ja, graag mijn paraplu niet. Ja. Maar hij stond met de ruk en de ruk en de rest. En opeens, ja. Rak, knap, rak, boem, hop, paraplu in stukken. Oh. Wat heb ik toen meteen gedaan? Ik heb een duik genomen. Ik greep hem de sabel, ring, trok de sabel eruit, ja. En ik heb de sabel meegenomen. Ja, die sabel is weer. Die man kan nu, die is een driftkikker. Nee, en jij bent een liefertje. Ja, nou, goed, alleen als een ander me ziet te jennen. Zeg, waar is die sabel nu? Veilig opgeborgen. Oh. En wat wil je dan dat er nu gaat gebeuren, Sniepertje? Ja, nou, dat is het. Wat? Ja, één ding is zeker. Huh? Mijn man moet die paraplu vergoeden. Dat gaat er niet om. Wat moet ik nou met Saar? Wat moet ik met je Saar? Nee, die durf ik niet meer onder de ogen te komen. Nou ja, ik ga mijn man vragen om naar juffrouw Saartje te gaan en haar de hele waarheid... Oh, nee, geen sprake van. En met mij een beetje zwart maken in de ogen van Saar. Ja, dat ken ik. Oh, nee hoor, dan ken jij mijn man. Als die overtuigd is van zijn ongelijk, dan komt hij daar rond vooruit. Huh? Misschien hem nog beter te kennen dan ik. Ja, natuurlijk. Nou, ben je nou tevreden? Ja. Hè? En wat gaat er nou met die sabel gebeuren? Met die sabel? Als alles weer goed is, dan kan hij hem van me terugkrijgen, dat beloof ik u. Goed zo. Ja, dan ga ik maar. Zeg, Zuurtje. Ja? Wil je weer kwaaddenkerig zijn, hoor? Nee, van nu denk ik alleen maar goed. Dag, lieve Cornelia. En bedankt voor de koffie. Tot ziens. Ik moet toch eens ernstig met mijn brommetje praten. Als dat maar goed afloopt. Ik had het wel eens willen zien toen die paraplu in fladder ging. Wat nou? Dat valt helemaal niet. Ik start in elkaar van de doffe ellende. Nou ja... Je Versaatje is je beste vriendin, die zou je niet opeten, hoor. Nee, dat weet ik ook wel. Maar het is een cadeau voor Saar. Het was een cadeau van de barones, een adellijk cadeau. En ik had er wel zo beloofd. En de moeten beloven dat ik er erg voorzichtig mee zou wezen. Nou ja, dan biecht je er alles eerlijk op. Ten slotte jouw schuld niet. Nee, maar ik heb moeilijk broer van alles de schuld geven. Nou, hij heeft van alles de schuld. Nou, nee, dat is te zeggen. Ik heb hem een beetje staan treiten en toen sprong hij bijna uit zijn vel van kwaadheid. Nee, we hebben eigenlijk allebei schuld. Oh, en dat heb je eerlijk verteld aan juffrouw Cornelia? Nee, natuurlijk niet, want ik was nog zo wild woest toen ik bij het mens binnenkwam. Alleen na dat gesprek met juffrouw Cornelia. Ja, toen voelde jij nattigheid, dat begrijp ik. Het is een aardig mens, begrijp je wel? Ja, dat is het zeker, ja. Zeg, en hoe durfde je nou met die sabel over de straat te lopen? Nou, dat was niet zo moeilijk. Maar nee, dat ding hier zo. Maar ik wilde het niemand laten zien, dus ik heb hem... Gewoon in mijn broekspijp laten glijden. Zo, je krijgt de city. Jas eroverheen. Ik liep al een beetje ongelukkig met een stijf been. Maar het ging. He, ik deed mijn en struik dit ook af en toe, omdat ik dat ene been niet zo gauw kwijt kon. Maar voor de rest ging het best. Je had je been wel af kunnen hakken. Hij had het toch niet zo genieten. De dingen zo bot als wat. Wat nou? Ja, wat nou? Piet, wat nou? Ja, zal ik jou eens wat vertellen? Brom is hier geweest. Wat? Ja. Op zoek naar mij? Nee, op zoek naar een rode paraplu. Naar een rode paraplu? Ja, hij wou er eentje kopen, maar ik had er geen. Heb je ook gezegd waar hij hem voor nodig had? Nee, hij doet altijd vreselijk geheimzinnig, dat weet je wel. Maar... En je had geen plu? Ik had geen plu. Ja. Nou, daar zitten we mooi mee. Ja. Ik weet het niet meer. Ik zie het niet meer zitten. Ja. Wat was je nou van plan te doen? Dat zeg ik je toch? Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Ja. Ik weet het niet meer.
Zeg, ik zou zeggen, blijf jij lekker hier. Of ga even in het achterkamertje lekker uitrusten, hè? Dat moet je doen. Vervelend je soms? Nee, helemaal niet. Maar er schiet me een ene te binnen dat ik nog een boodschap moet doen. Ja, oh. Ik ben zo terug. Het zal misschien 10 minuten, een kwartiertje duren. Oh jee. Maar dan ben ik er weer. Ja, goed. Ja. Nou, weet je wat, dan ga ik inderdaad zo gauw in het achterkamertje. Stel je voor, Brons, dan komt er opeens binnen huppelen. Dan doe ik de deur wel op slot. Ja hoor. Nee, ga jij maar lekkertjes. Hè? Even uitrusten. Ja. Ik ben zo terug. He? Oh ja, en dan legt een pakje met de stroopwaffeltjes legt er op tafel. Mag je helemaal opeten? Ja. Je bel. Nou, laat maar. Dat maken we straks wel. Hey. Ja. Oh. Nou, wat zegt u ervan, meneer? Heel aardige vriendendienst van onze Van Dijk. Weet we tenminste hoe de vork in de steel zit, hè? Ach ja, het was maar één dom misverstand. het zoveelste misverstand tussen die twee. Zullen ze een lesje ook nooit eens leren, ja. Saartje? Nou, ik vrees me niet, meneer. Maar het gek is, als het op aankomt, hebben ze helemaal geen hekel aan elkaar. Ja. Oh, nee. Het is krek wat je van Saartje zegt. Maar zegt u ze dat alsjeblieft niet recht in de gezicht. Nee. Maar dan vliegen ze elkaar weer in de haren. Ja, Saartje, maar hoe moet het nou met die paraplu van jou? Ach, meneer, het is natuurlijk wel jammer, maar ja. Die plu gebruik ik nooit. Ja. Dat is een rode plu. Veel te opzichtig. Ja, en hoe moet het dan met die sabel? Ja. Ja, zegt u het maar. Meneer, Subertje moet hem direct aan de veldwachter teruggeven. Nee, Van Dijk, laat hij maar hier brengen. Hier op het gemeentehuis? Nee, geen kwestie van hier bij mij thuis. Leg jij hem dan zo lang achter mijn bureau, hè, Saartje? Achter uw bureau, meneer? Wat wilt u dan doen? Dat zullen we wel zien. Goed dat je me geroepen hebt, Saartje. En jij, Van Dijk, heel verstandig dat je ons allemaal even kan vertellen. Ja, graag gedaan, meneer burgemeester. Tot ziens, burgemeester. Tot ziens. Je verzaartje, mijn boodschap is gedaan. Ik stap maar weer eens op, hoor. Oh ja, Piet. Hij zegt het, vertel het gauw aan Suber. Ja, hij zit anders zo lang in angst. Nou, maar dat hoeft nou zo lang niet meer te duren, hoor. Op de burgemeester kennen we wel een pand, hè. Tot ziens, hoor. Dag. Ja. Lange 10 minuten, Malle. Ja, het is een stief kwartiertje geworden, maar ja, daar kan ik niks aan doen. Heb je verveeld? Nee hoor, ik heb een leuk portret gemaakt. Moet je in je etalage hangen. Dat is Brom, weg met dat ding. Wel, nee man, dat is het mooiste uithangbord wat je hier maar denken kan. Nee, dat is ophitsing tegen de overheid. Je ruïneert me. Wel nee, dat is het mooiste klantentrekkertje, man. Het hele dorp loopt uit, iedereen komt in je winkeltje kijken. Nee hoor, dat doe je maar in je hooiberg hier hoor. Nee hoor, hier niet gezien. En ga alsjeblieft zitten. Jongen. Ja. Het is trek, wat doe jij geheimzinnig? Ga zitten. Hey, wat? Ik heb wat, ja. Oh, nou, ik zit met de arm over elkaar. Ja. Ik moet jou wat vertellen. Aha, ome Piet vertelt sprookjes. Nee, het is een waar gebeurde geschiedenis. Nou, ik ben een en al oor. Ik ben bij je versjaartje geweest. Wat jij bent bij Saartje? Wat heb jij bij Saartje? Zal hem met Riefkop uit je snuit, alsjeblieft. Ik ben bij je versjaartje geweest, jazeker. En ik heb er alles uitgelegen. En ze was helemaal niet boos. En de edelachtbare... Ja, het edelachtbare... Het stuit dicht. De edelachtbare was ook helemaal niet boos. Hè? Alles koekenij. Ja, alleen op één voorwaarde. Dat ik me nooit meer laat zien, zeker? Dat je je juist heel gauw laat zien. Oh. Maar... Of hangen de pootjes terugkomen, zeker? Nee. Met de sabel, want die wil de edelachtbare terug hebben. Wat moet de edelachtbare nou met die sabel? Het laatste wapen laat ik me nou uit mijn handen nemen. Nee, helemaal niet. Helemaal geen laatste wapen. Je hebt gewoon maar te doen. Heel eenvoudig, hè. Tenminste, als je het fijn wil houden. Ja. Dus ik moet jou eigenlijk nog dankbaar wezen. Nou, dat hoeft nou ook per se niet. Dat weet je wel. Nou ja. Ik ben het toch, Piet. Ja. Ik ga meteen. Nee, wacht nou even. Zou je nou niet eens een beetje opfatsoeneren? Of... Zo kan je toch niet onder de ogen van je verstaartje komen? Je lijkt wel uit een konijnenhol gekropen te zijn. Nou daar zeg, zat ik het belangen dan vandaag. Dat is... Goed, ik ga me wel fatsoeneren. Ja, ga maar. Uit konijnenhol gekropen zijn. Ja, maar eens eventjes lekker je opfatsoeneren. En dan zal ik de sabel inpakken. Ja. Hè? En dan... Moeten we dan met Brom beginnen? Nou, dat laat je maar aan de edelachtbare over. Ja. Over. Over.
Nee. Jij moet niet alle schuld op Zuurtje schuiven. Jouw gedrag was verre van verstandig. Oh ja, als hij mij vanmorgen direct antwoord gegeven had... Oh, als jij eens alles op een andere toon vroeg. Oh ja, ik ben de veldwachter. Jij moet eens een beetje meer mens zijn. Wat zeg je daar? Wil jij beweren dat ik... Oh, wij kennen elkaar langer dan vandaag, hè. Jij mag graag een beetje tegen Zwiebertje snauwen. Ik zal jou in vervolg snauwerd noemen. Oh ja, als hij die... Als je me nou eens even liet uitpraten, hè. Zeg, luister eens. Wie is hier nou feitelijk de baas nou? Jij niet. En ik niet. Geen van beiden. Ik ben hier nog altijd de man, hoor. En ik ben hier de vrouw die veel van haar man houdt. En ik wil niet hebben dat jij in de narigheid komt. In de narigheid, ik die niet anders dan mijn plicht doe. Mijn plicht als veldwachter. Jij bent buiten je boekje gegaan met de paraplu van je Versaatje. Was helemaal de paraplu van je Versaatje niet, die was van de barones. Een plateau van de barones en je Versaatje, domkop. Wat zeg je nou? Oh. Ja. Dan heb ik het niet alleen aan de stok met de barones, maar ook nog met je Versaatje en Cornelia. Ook nog met de burgemeester. Ja, en met nog iemand. Nog iemand. Wie dan? Zwiebertje. Zwiebertje? Ja. Oh. Omdat die zwerver hier geweest is om jou te vleien, hè, trek jij direct maar partij voor hem, hè? Nee, Brom. Ik heb gezegd, ik wil niet hebben dat jij in de narigheid komt. Hm. Hè? Ja. Maar hoe? Nou, als jij nou eens doet wat ik zeg... Dan komt alles best op zijn pootjes terecht. Geloof ik ook wel, maar wat moet ik dan doen? Jij gaat nu meteen naar juffrouw Saartje en biecht daar de hele waarheid op. Ja, ja. Maar hoe moet het dan met de burgemeester, Cornelia? Ach, die hoeft er toch niks van te weten als je dan nee, meteen gaat, hè? Ja, en haasje. Ja, ja, dan. Oh, Cornelia, hoe moet het dan met mijn sabel? Je sabel. Oh, ja. Dat komt best terecht, zeg. Je Versaatje die kan net zo verstandig met Zwiebertje praten als ik met jou. Ja, hè? Right. Ja, misschien heb je nog wel gelijk ook. Zeg, lieverd. Ja, wat is er nou weer? Als jij Zwiebertje nou ziet, hè? Ja. Dan hoef je niet zo boos te kijken. Ja, wat nou als ik Zwiebertje zie? Dan nodig je hem en je Versaatje vanavond uit. Ga er een gezellig avondje van maken. Is alles weer in orde? Nou, dat weet ik zo net nog niet, hoor. Ik moet eerst mijn sabel terug hebben, Cornelia. Nou, nou ja, goed, ik ga nu maar. Oh, kijk dat toch weer eens. Verschrikkelijk. Nou, dag. Dag. Zo. En dan ga ik eerst je Versaatje opbellen. En leg er alles even uit. Ja, dat doe ik. Die juffrouw Cornelia toch. Dus onze veldwachter is onderweg hier naartoe. Ja, meneer. En ik moet net doen of ik helemaal van niets weet. Zeg, je weet alles al van Van Dijk. En u ook nog van haar. Zeg, maar Zwieber is ook onderweg hier naartoe. Heb je er wel aan gedacht, Saartje? Dat ben ik tot de opwinding helemaal vergeten, meneer. Oh, daar heb je hem. Ik verdwijn, Saartje. Ja, kom zo. Ja, meneer. Goed. Veldwachter. Het is toch etenstijd? Ja, dat zal wel. Ach, weet ik wel. Je was toch dat je geen trek had? Eh? Nou, doe nou, Veldhof. Je bent toch niet ziek? Ah, zoiets, hè. Ja, ik bedoel... Neem maar stoelen, ga zitten. Ja, dank u wel, juffrouw Saartje. Oh, juffrouw Saartje, ik moet u wat vertellen. Wat? Is er iets ergs gebeurd? Iets ergs? Juffrouw Saartje tegen u gezegd, er is me een ramp overkomen. Een ramp, juffrouw Saartje. Je maakt me helemaal nieuwsgierig. Ja, ik moet u eens luisteren, juffrouw Saartje. Het ging... U heeft toch wel even tijd, hè, juffrouw Saartje? Ja, en of hoor, vertel me gauw. Nou, het ging zo, juffrouw Saartje. U weet ik vanmorgen opdracht van de burgemeester kreeg van het auto-ongeluk. Ja, je hebt de molenweg. Op de molenweg? Ja. Nou, en op de terugweg, hè, juffrouw Saartje? Ja. Daar... Ah, veldwachter. Oh, de edelachtbare. Dag, nee, maar jij had toch al lang achter de etenspot moeten zitten, zo? Ja, ja, dat zei ik ook, meneer. Ja. Maar er is iets ergs gebeurd, zei die. Ja. Nee. Ga eens opstaan, veldwachter. Kom eens. Ja, meneer. Stuart? Man, wat zie ik nou? Je sabel. Ik heb je sabel toch op ik niet van horen, veldwachter? Dat wil zeggen... Dat is misschien het ongeluk, meneer, wat hij wil komen vertellen. Oh, maar dat wil ik ook wel eens horen. Ik in de eerste plaats. Nou, vertel op, veldwachter. We luisteren. Ja.
Dan moet het maar, hè, meneer. Ja. Nou, u gaf me vanmorgen opdracht om naar de molenweg te gaan voor dat auto-ongeluk. Ja. En toen ik daar geweest was, toen op de terugweg, meneer, toen gebeurde het. Oh. Nou, hoe ziet het eruit? Handjes gewassen, baardje bijgepinkeld, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Nageltjes geklinerd. Ja, je hebt zelfs je schoenen gepoest. Nou, ja, kuifje bijgeborsteld, mooi hoor. Ja. Ja, nou, voor mij kan je gaan. Ja, goed, ja. Zo. Alleen. Nee. Maar dat vieze natte jasje moet je uittrekken. Ah, zeg, doe me nou plezier, zo'n keurig jasje. Nee, daar kan je niet mee bij de burgemeester komen hoor. Nee, wacht, ik heb een ander. Trek dat eens uit. Ik heb een andere. Ja. Zo, kijk eens even. Ja. Hè? Trek dat eens aan. Zo, kijk eens aan. Stokken beter. Nou, wat moet je dan met die mouwen? Ja, nou, dat regel je wel. Een sweepje zonder handjes. Nou, zo, kijk eens, is beter dan dat natte vod. Ja, het is veel beter. Ik kan alleen niks meer vasthouden. Jawel, de sabeltje. Dan houdt hem eronder. Onder je arm. Onder mijn arm. En dan, hup, sakee, de deur uit. Dan hangt een flap. Goed zo. Zo fijn, hartelijk dank, hè. Opgemarcheerd, ja, hè. Tot ziens, hè. Ja, tot ziens, hoor. Bedankt, hè. Ja, tot kijk. Oh, wacht even. Nou weer. Hé. Hey. Zo, een regenjas. Nee, ik moet helemaal geen regenjas. Ja, de lucht is al door midden gebroken. Nee, die regenjas het moet... Het droogt en de zon schijnt al. Dat kan wel wezen, maar straks kan het weer losbarsten. Hè? En dan trek je dat maar aan, want anders wordt mijn jasje weer nat. Wel, nee. Als jij maar zuinig op mijn jasje bent. Nou, jij op mijn jasje, hè, smerenpijp. Wat zeg je dan, smerenpijp? Wacht eens even, moet ik jou nog eens eventjes een keer... Hey. Ja, een aag, man. Nou, Brommetje weer helemaal tevreden, hè? Met zijn speelgoeddingetje. Ja. Komt dat jij niet begrijpt, Fiewertje, wat deze sabel voor mij betekent. Nee, het is jij enige houvast in je veldpachters bestaan. Nou, zonder sabel laat je net een geplukte kind. Nou, we gaan er niet klaar. Nou, laat ze nog maar staan. Die twee doen echt voor elkaar niet om. Zo. De strijdbijl is weer begraven. De twee kamphanen hebben weer vriendschap gesloten. Oh. Alleen Saartje is er erg bekuit afgekomen. Hè? Ja. Die is haar mooie rode parapluutje kwijt. Nee, meneer. Nee, daar gaan Brom en ik iets aan doen. Ja, meneer. Want als Cornelia en ik, hè, Zwiep, naar de stad gaan, dan gaan we een nieuwe kopen. Ja, die Brom en ik samen betalen. Maar ik wil helemaal geen nieuwe. En die plu gebruik ik helemaal niet. Veel te opzichtig. Dan zorgen Brom en ik voor een nieuwe verrassing voor jou. Hé, Brom? Ja hoor, en of? Nou, sterk de mannen en veldwachter gauw naar huis, anders vind je dadelijk de hond in de pot. Ja, tot ziens. Heel lang waren. Tot nul. Oh, dit is wel mooi. Hé, wat fijn dat het weer zo goed tussen jullie tweeën is, hè? Wel, voor zo lang het duurt, hè, Brom? Nou, zeg dat wel. Wil je een koekje? Nee, dank u wel. Nee, dank je wel, jullie zaakje. Ga dan maar tussen. Zo. Moet je geen koffie ook weer? Nee, dank u. Echt niet. Zo. Dag, mevrouw. Veldwachter. Dag, meneer. Dag, jongeman. Tot ziens, hè. Veldwachter. Oh! Bezwaar ook, dat zou ik vergeten. Zeg, of jij... Nee. Wat? Oh, nee. Of u, juffrouw Saartje, en jij, Zwiebertje, vanavond bij Cornelia en bij mij op bezoek willen komen. Ja, Cornelia laat het ook vragen. Feestje kan feestje. Wat zeg je ervan, Saar? Vanavond? Nou, graag. Nou, zou jij dan eigenlijk eens een beetje lief zijn voor je zwiebertje? Een beetje? Vreselijk lief. Dag allemaal. Nou, dan ga ik er ook meteen maar vandoor staan. Piet even verslag uitbrengen en eindelijk eens een fatsoenlijk jasje aantrekken. Kom je vanavond langs halen? Nou, reken maar. Gacht, u stak voor de deur. Super. Hey. Weet je waar we dat te danken hebben? Nou? Aan die rode plu. Waar zo'n rot plu al niet goed voor is. Ja. Tot vanavond. Dag, tot vanavond. Nou, je bent te kijken. Oh, 12, twee keer 12. Oh, 12. Wat is het terug? 8. 8 nu? 19, 11, 12. Oh, ja, hoor. Terug? Ja, en dan moet je nog meer terug. 59, 21, 9 kindertjes. De tijd is op. 12. Nu moet ik werkelijk gaan. En spoedig kom ik huis weer om. Maar nu is het gedaan. Zwiebertje, dat is ergens man. Blijf echt niet te lang weg. Als je maar even kan, kom dan weer bij ons, zeg. Ja, kindertjes, het is te pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoet naar bed. En nu tot weer ziens hoor.
ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, Siebertje. Dag, kindertjes. Dag, Siebertje. Dag, kindertjes. Tot weerziens.